Under the title The Legacy of Slavery and Indentured Labor 3 zal de Antonocom Universiteit een grote internationale conferentie houden ter gelegenheid van 170 jaar immigratie van Chinezen en Portugezen, 160 jaar afschaffing van de slavernij en 150 jaar Hindustaanse immigratie. Het universiteitsbestuur heeft voor deze conferentie, die voor de derde keer wordt gehouden, een interdisciplinaire commissie onder leiding van historicus Maurice Hassankan ingesteld. Hij geeft aan dat tijdens de conferentie de focus gelegd zal worden op deze belangrijke data. Bij deze gelegenheid vinden we dat wij gaan herdenken, terugkijken naar de ontwikkelingen van 170 jaar geleden, 160 jaar geleden. Waar stonden we toen en wat zijn we nu geworden? En verder is het van belang dat omdat slavernij en contractarbeid, zoals in het Engels wordt genoemd indentured labor, dat zijn verschijnselen die in de hele wereld hebben plaatsgevonden. Vandaar dat wij hebben gemeend om mensen internationaal te benaderen, omdat slavernij in al de landen een rol heeft gespeeld, contractarbeid ook. En het is in feite een deel van de wereldgeschiedenis. Dus onze Surinaamse geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de wereldgeschiedenis. En de bedoeling is om na te gaan, wat is de doorwerking van slavernij en contractarbeid en in het algemeen het koloniale verleden op de huidige samenleving. Naar zeggen van Shanti Venetiaan, voorzitter van het universiteitsbestuur, kunnen de conferenties gezien worden als voorloper op het 55-jarig bestaan van de universiteit. De conferenties zijn echter niet de enige die zullen worden georganiseerd. De universiteit zal in het kader van haar jubileum naast deze activiteiten nog zeker organiseren een jubileumlogo-wedstrijd, een populair wetenschappelijke activiteit. Afhankelijk van de middelen die we zullen hebben, zal het in de vorm zijn van een kennisbeurs die we 5 jaar geleden hadden. Maar in ieder geval zal er een activiteit zijn waarbij we de wetenschappelijke output die we hier produceren met de gemeenschap gaan delen op een niet te ingewikkelde manier. Voor de universiteit zelf een researchdag. Er zullen ook sociale activiteiten zijn, waaronder een faculty sports challenge, waarbij studenten tegen elkaar zullen uitkomen. En op 1 november, dat is dus de verjaardag zelf, zullen we een bijzondere DS-viering hebben. De conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labor begint op 7 juni en wordt op 10 juni afgesloten met verschillende excursies.